Militaire televisieprogramma's maken zich klaar voor een nieuwe generatie. Gen Z. Hou jij van commando's, maar niet zo van commando's? Ben je benieuwd naar het leger, maar dan wel in een chille vibe? Dan is er nu het programma voor jou. Safe Space van Koningsbrugge. Hoe voel je je? Ja, was vet. Ja, echt heel blij. Is je al verwonnen? Ja, ja. Ja, zeker. 10 Gen Z'ers zoeken hun grens op en gaan er geen centimeter overheen. Ja, ik zeg van je hoeft niet zo te schreeuwen. Doe gewoon even tranqui. In dit nieuwe seizoen worden commando's Ray en Dai bijgestaan door vertrouwenscommando Joey, die de grenzen van de deelnemers bewaakt. Als iemand even overprikkeld is, kom gewoon naar mij. Kijk, we hebben hier te maken met een nieuwe generatie. Als zij zeggen, ik ken niet meer, dan zeggen wij, oké. Dat is goed. In bloedstollende opdrachten overwinnen deelnemers hun angsten. Yes! Yes! Of gaan ze gewoon lekker wat anders doen. Ook goed. Ja, dus op een gegeven moment was het ook 5 uur. Dus ik denk, het is wel klaar of zo voor vandaag. Deelnemers leren zichzelf kennen. Ik probeer omhoog te komen, maar ik kan geen houvast vinden. Op een manier die bij hun generatie past. Ik ga reflecteren, groeien. Als je erover nadenkt. Het leger is gewoon een sociaal construct en oorlog is fucking toxic. Go, 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 allemaal in de chopper, dan gaan we naar de groepstherapie. Wij bij Defensie werken met de 3 B's. Be real, beyond burger en be yourself. Oké, pak allemaal je clipboard, we gaan journalen. Je hebt 10 minuten de tijd, schrijf alles op waar je dankbaar voor bent. IJzeren discipline is overrated. Wie geven er de volle 70% of 60? Ik zou echt nooit op uitzending gaan. Zit je opeens in Uruzgan of zo, vet awkward. En bovendien gaan ze met het vliegtuig. Dus ja. Ja, het is 5 uur, iedereen mag naar huis, slaap lekker. Ik zie jullie morgen om 10:30. Wie durft zijn grenzen aan te geven? Mag ik een knuffel? Je ziet het in Safe Space van Koningsbrugge. Elke donderdagavond om 8:30 kijken dus. En praten, dat helpt.